Ja, Finn, hoe zuur is deze? Ja, dit is klut voor ons. We hadden deze heel graag willen winnen en ja, we stappen met verlies van het veld af en daar balen we enorm van. Ik kan me voorstellen dat je na zo'n beetje het eerste half uur dacht van nou, dit gaat wel heel lekker. Ja, zeker, maar dat is het klote. We speelden geen goede wedstrijd. En je vond het ook in het begin niet? Ja, eerst zelf wel. Eerst zelf ging wel. De tweede helft ja, creëren we gewoon te weinig kansen, vind ik. En dan moeten we gewoon veel beter zijn daar. Je één doelpunt maak je, ja, dat paste precies. Hè. Loopactie goed, paas goed, alles was perfect. Ja, die was lekker. Maar ook lekker snel in het begin ook, dat je gelijk op voorsprong komt. Ja, en verre hoek hangen. Ja, geweldige paas, buitenkant voet zie ik nog. Ja, en je hebt nog één kans daarna gehad, denk ik. Die bal was net iets te hard voor om goed te kunnen schieten. Ja, ik moest te ver uit mijn hoofd. En daardoor raak ik hem eigenlijk niet lekker. Maar ik kan hem misschien beter moeten raken. Heb je een verklaring waarom het daarna minder gaat? Waarom Fortuna op een gegeven moment de overhand krijgt? Ja, Fortuna ging gewoon andere dingen doen. Ze gingen meer vanuit de lange bal spelen en de tweede bal oprapen. En dan moesten wij mee. En daar hebben wij misschien vandaag net even te weinig in gebracht. En dan in de tweede helft, ja, in de slotfase krijg je nog een enorme kans. Ja. Jullie telden volgens mij allemaal al op de bank, hè? Ja, zeker. Dat is echt zonde. Ja, dan druk je denk ik heel netjes uit. Ja. Inderdaad. Nou ja, ik denk ook wel dat het gewoon best wel een andere wedstrijd had kunnen zijn als we misschien nog een rode kaart voor Jans hadden moeten krijgen. Of ja, dat was goed, zijn tweede gele kaart. Ja, dat vond ik ook. En dan worden we wederom hier niet in het zadel geholpen. En dat is gewoon balen ook, deze wedstrijd. Het is gewoon tegenslag op tegenslag vandaag en dat heeft ons de nek omgedaan. Ja, en dan zelf niet goed genoeg voetballen, dat dan ook bij. Ja, dat bedoel ik, tegenslag op tegenslag. Voornamelijk ook het zelf niet creëren van kansen. Ja, dat is gewoon niet goed van ons en dat moet echt beter. Hoe was het voor jou om hier terug te zijn? Ja, leuk. Ik kijk met positief gevoel naar Fortuna. Ik ken een hoop mensen en dat geeft me gewoon een warm gevoel hier zo. Ja, ik hoorde ook van supporters. Die vonden het eigenlijk dood zonder dat ze er niet bij konden zijn. Want die hadden gezegd, ja, Stokkers, die hadden we allemaal geapplaudeerd. Die hadden staande ovatie gekregen. Toch? Ja, dat vind ik mooi te horen. Ja, ik heb ook alleen maar goede woorden voor Fortuna over. Ik heb een geweldige periode gehad en ik heb het helaas moeten afsluiten toen. Ja, je bent niet hoogpersoonlijk verantwoordelijk voor dat je ze nu in de Eredivisie tegenkomt, maar voor een deel wel natuurlijk. Ja, jij maakte hem, hè? Winnender toegemaakt, ja zeker. Precies. Ja. Lekker dan kom je ze nu tegen en dan bedanken ze je op deze manier. Ja, ik had vandaag wel graag willen winnen. Dat had ik graag gedaan. Dankjewel. Yes.